Welkom bij een nieuwe editie van de Piepshow met een aantal onderwerpen en ja, de CMA-discussie zit er natuurlijk weer in, want er zijn ook weer wat nieuwe ontwikkelingen in. Um, maar er is meer en je gelooft het niet. Ik ga wat negatief zeggen over de Xbox joh, ik ga gewoon even over de Xbox heen pissen. Omdat zoveel mensen in de comments zeiden dat jij een Ik de zoek, fanboy zoek, er bent geworden. moet iets zijn waar ik overheen kan pissen om dat een beetje te egaliseren. Ja. Nee, ja, nee. Maar is, wacht, ik zag ja. ook van, Jij hebt toch een Xbox Series X thuis? Ja, tuurlijk man, ik ja, heb alleen maar een Xbox Series X thuis. Dus, ja, dat wou ik zeggen. Dat, uh, want uh, mensen zeiden, je kunt hem gewoon kopen hoor. Jee, gewoon op de website. Nee, ja, whatever. Um, anyway, um, er was een tweet van een Developer doet er niet zo heel veel over. Je kan het hier ook in beeld zien. Dit is het artikel waar ik het over heb. Maar ik krijg er ook wat tips uh, van. Oh ja, shit. Ik moet, ik moet hier gewoon beginnen. Goed dat de redactie hier aan begint. Want, dames en heren, en ik ga het in elk item deze week herhalen: we hebben namelijk vrijdag een hele speciale stream. Ja. Je weet nog wel, pistoleer op de sofa. We deden dat de vorige keer met deze fantastische rode cap. Hij was binnen no time weg. Ja. Aanstaande vrijdag hebben we een nieuwe. Vraagteken, wat gaat het zijn? We weten het niet. Ja, we weten het wel, maar we jullie weten, weten het, het, nog het nog niet. Als mensen opgelet hebben de afgelopen tijd. Zouden ze het kunnen het weten? Zouden ze kunnen weten? Aanstaande vrijdag vanaf 4 uur kun je dan de nieuwe merch uh, binnen gaan halen. Je weet het, het bedrag wat we daarmee verdienen, dat gaan we. Weer gebruiken om de vette content te maken in de studio. Weet ik allemaal wat. Uh, dus dat, uh, ja, weet je wel, help ons daarmee. Aanstaande vrijdag, we gaan een leuke stream hij maken. Wordt, hij wordt vet. Hij, 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 ik heb al gezegd in van maandag, hij is ja. vetter dan de vorige, vind ik. Ja. Maar dat is mijn mening. Anyway, um, we gaan even naar dat artikel toe. Uh, dat gaat erover dat de laatste tijd best wel veel developers klagen over. De Xbox Series S en dan met name de capaciteiten ervan. Het is natuurlijk een goedkopere variant van de Xbox Series X, maar de specs zijn ook minder. En zoals je dat dan vaak ziet bij de developers, zegt ja, wij moeten nu uh, die, die games maken, die next-gen games, en we ja, worden tegengehouden door de specs van de S, omdat Microsoft nou eenmaal beloofd heeft dat deze generatie, uh, die familie bij elkaar blijft. Ja. En daar hebben ze eigenlijk wel een punt. Dat dat nu als een molensteen... Ze ja, dat het hier het al er, betracht, dat maar... zat er dik in natuurlijk. Ja. En, dat, en het stomme is dat je dat de hele tijd ook hebt... met bijvoorbeeld uh, backwards compatible uh, verhalen. Dat mm -hmm. op een gegeven moment werkt het niet echt meer. Nee. En dan zie je gewoon van... Ja, maar luister, we kunnen zoveel meer uit de high-end uh, hardware persen. Um, en een ander ding is natuurlijk dat um, de Xbox Series X... inmiddels wat minder... Uh, of de, 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 die markt raakt wat verzadigder. Mm -hmm. Dus het is wat makkelijker om een high-end Series X te kopen. Ja. Uh, want dat is de reden waarom mensen vroeger een Series S kochten. Van mm -hmm. ja, shit, ik moet toch iets hebben. Um, ik heb wel altijd het idee gehad ook van, ja, je gaat dat toch merken in de specs op een gegeven moment. Ja, um, ja nu zijn we aangekomen. Dat is inderdaad, developers zeggen van, ja, we moet, moet dat, weet je, die, die, die shit ondersteunen, die gare oude Series S. Het lijkt erop dat Microsoft eigenlijk wel... Aangeeft dat dat moet. Dat je dus voor allemaal wil, uh, als je op de Game Pass wil komen of je wil in een ecosysteem, dan moet je voor de zowel de S als de X gaan doen. Uh, waar dat vooral bij optrad is, bijvoorbeeld Gotham Knights. Um, groot uh, grote probleem daarbij is dus die 30 frames per seconde. Er zijn nog allemaal andere problemen aan die game, mm. maar dat hoor je al in de review. Maar 30 frames per seconde en heel even een aantal developers zeiden: ja, dat komt helemaal door die. Die, die S, weet je wel, Van die is niet zo krachtig. Dus we moeten gaan scalen, weet je wel. En Ik vind dat heel erg jammer. En ja. ook met name wat ik denk dat er gaat gebeuren, is dat je gewoon vergelijking krijgt van oké, okay, PlayStation 5 naast uh, Xbox Series X. En als je dan ziet dat die Series X uh, aanzienlijk minder mooi is, bijvoorbeeld, of lagere mm -hmm. rates ja. of weet ik veel wat heeft, versus die PlayStation 5. Ja, dan hebben mensen opeens een argument van fuck it, ik ga een PlayStation. Maar ik denk als dat gebeurt, dat Microsoft ook als eerste zal zeggen van oké, okay, Laat die uh, uh, compatibility maar zitten. Maar met dat, dat, dat vind ik nou interessant. Want inderdaad je zou kunnen zeggen. Ja maar de Playstation 5 die wordt teruggehouden door de Playstation 4. Maar dat kun je niet vergelijken. Omdat Playstation heeft nooit beloofd dat de generatie Playstation 5 altijd de game ook op de generatie Playstation 4 uitkomen. Ze gaan dat op een gegeven moment gaan ze zeggen van oké okay, we stoppen er nu mee. Dat hadden ze eigenlijk al willen doen. Alleen door die gebrekkige voorraden moeten ze hun games ook voor de PlayStation 4 maken. En ook daar wordt over geklaagd van ja, ik kan nu niet doen wat ik wil, want ja. uh, ik word tegenhouden. Microsoft heeft echt beloofd dat ze de Xbox Series S zouden aanhouden, deze generatie. En op dit moment beloven ze ook dat Call of Duty niet... Uh, 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 een, een Xbox exclusief worden. Heel veel beloftes. En ze kunnen niet zomaar beloftes gaan breken. Want dan worden ze weer die Microsoft op van ja, ze zeggen dat wel, maar over twee jaar dan zeggen ze gewoon wat anders. Ja, precies. Ik vind dat best wel. Um, dit gaat. Ze noemen het een Albatros, of, of een molensteen. Dit, dit is wel een dingetje. Ja, het, het is een dingetje. En uh, kijk, drie, uiteindelijk heb ik altijd zoiets van je moet dit een klein beetje aan developers zelf overlaten. Mm -hmm. Kijk, die PlayStation 4 komt. Compatibiliteit uh, is natuurlijk logisch als je ziet dat daar weet ik veel 125 miljoen stuks van verkocht zijn. ja En als jij een game maakt, ja sorry, dan wil je wel, dan doe je wel die PlayStation 4 compatibiliteit. Want dat scheelt gewoon. Ja, weet ik veel. Misschien kun je nog 10 miljoen extra exemplaren verkopen. Um, bij die Series S is dat niet zo. Ik bedoel, er zijn er vast wel wat verkocht, maar niet 150 miljoen. Wat ik me wel kan voorstellen is dat als Microsoft wat verder was geweest in het uitrollen van dat die streamingdienst, dat dat misschien via zo. Maar ja, goed, daar heb je zoveel opties voor. Daar kun je ook een oude Xbox One voor gebruiken. Of je weet ik veel je Samsung-televisie. en Straks nog 30 andere dingen. Maar die. Het is natuurlijk twee jaar oud nu, die console. Kan het zo zijn dat ze op dat moment nog niet zo ver waren om de X-Cloud als zeg maar de goedkope variant van de Xbox Series X neer te zetten? En hadden ze dus eigenlijk een soort van tussenmaatje nodig om even de mensen die zeiden: van ja, ik, 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 ik wil nog niet zoveel geld uitgeven, die S vind ik wel oké. Okay, um, dat ze dat daarom hebben gedaan. Terwijl ze er nu eigenlijk denk ik misschien wel een beetje hoofdpijn van hebben. Nou, nah, dat weet ik niet. Kijk, dit is het is logisch. Ik denk eigenlijk dat ze hier ook nog wel een, een uh, over hebben nagedacht van tevoren. Mm -hmm. um... En om heel eerlijk te zijn, weet je, je gaat gewoon zo meteen zien dat die Series X goedkoper wordt en dat die S gewoon uitgefaseerd gaat worden. En dat is dat is logisch. Dat is natuurlijk altijd al zo geweest. En misschien komt het wel, weet ik wel, Misschien gaan ze uh, uh, dus de Xbox Series X rebranden en dan wordt de S en X in één. Weet je, ja. ik bedoel, misschien wordt de X kleiner en krijgt die, gaat hij eruit zien zoals de S, want ik vind de S wel mooi die zo echt een stuk kleiner. Mm -hmm. um, ja, misschien dat dat soort shit. Weet je, maar ik, ik je, weet het niet. Ik kan ik kan me voorstellen dat gamers wel teleur, van eigenaars van een, een, een S op een gegeven moment teleurgesteld gaan zijn als ze hun games niet meer zouden kunnen spelen op de S, omdat die ja tuurlijk natuurlijk dat is altijd dat kut echt dat dilemma, is gewoon kut ja, ja. ja en dat is maar dat is eigenlijk bij elke generatie zo weet je op het moment dat er een nieuwe generatie hardware is ja je weet gewoon dat als je iets ouds komt dat je op een gegeven moment die support van dat dat weet je van tevoren ja maar maar als je, dit is dit is binnen dezelfde generatie. Ja, nou, dat ja. maakt het wel. Ja, maar je koopt gewoon de mindere console. Ik moet je wel zeggen dat veel mensen die ik ken die hem gekocht hebben... dachten dat het hem alleen maar zit in de. Uh, hoe noem je dat? In de. In de, 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 de disc? Nee, de, 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 de 4K-resolutie mm -hmm. van het. En dat ze zoiets hadden van. Nou, Oké, okay, die resolutie is iets lager, maar voor de rest zijn die games allemaal hetzelfde. Ja. Nou, en dan blijkt van ja, nee, maar er is nog wel wat meer aan de hand. Ja. Weet je? Dus dan, en dan heb ik zoiets van ja. Goed, dat had je kunnen weten. Weet je, je hebt 200 nog wat euro uitgegeven. Zo'n ding. Ik, ik, ik wil niet heel veel zeggen, maar Switch is duurder. <laughs> het is kut, maar. Vergeet het kopen, Series X. Ja, nee, nou, ook dit, uh, dit gaat nog wel een tijdje uh, doorlopen. Dit is natuurlijk nu iets uh, dat zal waarschijnlijk achter de schermen heel erg spelen. De gesprekken tussen uh, de mensen van, van Xbox en dan developers. Uh, dit wordt gemonitord en er zal ergens een keer een knoop door worden gehakt. Of developers moeten niet zeiken en het is wat het is. Of dat ze inderdaad zeggen: van, Oké, okay, jongens, we moeten nu echt overschakelen. Want, en dat snap ik wel, als de PlayStation 5 straks wel die overschakeling gaat maken, hun games worden echt. Echt een stuk mooier en kunnen ook meer, en zijn voller, en weet ik allemaal wat, dan kan de ex, uh, ja, dan moeten ze mee. Want ja. anders verlies je de hardcore community en dat is je basis. Um, dan gaan we even, um, ja, jongens, uh, we hebben het er vorige week over gehad. Uh, die mevrouw, um, even kijken, Helena Taylor, uh, die. Um, ja, die uh, een filmpje had gemaakt waarin ze zei van... Uh, ik word schandalig behandeld door uh, de mensen van Platinum Games. Uh, ik heb maar 4000 dollar, uh, kreeg ik maar voor mijn werk aan Bayonetta 3. En daar ben ik het niet mee eens, want ik heb een opleiding, bladibladibla. Bla, bla. En um, boycott die game. Nou, toen hebben we al gezegd, oké, okay, dit is één kant van het verhaal. Um, het zou kunnen, maar het klinkt een beetje... Alsof er meer aan de hand is. Want um, ja, dit is niet zo gangbaar. Er kwam een andere dame. En die, 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 die kon het dan wel krijgen voor meer geld. Er, er moet iets zijn. Nou, en inderdaad, wat ga je dan krijgen? Journalisten gaan erin graven. Nou, ik heb hier van Bloomberg. Jason Schreier is ingedoken. Maar ook andere journalisten. Die komen eigenlijk vrij snel binnen een paar dagen met hetzelfde verhaal. Um, wat zij, zij uh, heeft gezegd klopt niet. Uh, zij heeft dus in eerste instantie uh, vijf sessies aangeboden gekregen. Vijf sessies voor die game. Sessies ongeveer 4, 5 uur. Uh, per sessie zou ze drie tot 4.000 dollar krijgen. En dat aanbod was dus eigenlijk op een gegeven moment 15.000 dollar. Ze zou 15.000 dollar krijgen voor deze klus. Dat heeft ze afgewezen. Dan hebben ze heel lang. Onderhandeld en gepraat. En zij wilde niet wijken. En op een gegeven moment uh, kwam ze met een six figure number. Dat zat hier. Um, ja, six figure number. Dat is uh, een miljoen man. Uh, dat, dat, ja, dat is heel veel. Uh, en ze wilde ook residuals. En uh, residuals. Uh, dat wil uh, zeggen dat ze eigenlijk ook nog een deel van de winst zou willen hebben. Als de game nou, meer zou doen op. als uh, verwacht. En uh, Platinum was het daar niet mee eens. Die zei: Nou, dat gaan we dus niet doen. Uh, maar we vinden je een toffe meid. En je hebt meegeholpen. Um, je krijgt een soort van cameo. Dus een, een, je gaat een klein rolletje doen. En daar krijg je dan 4000 uh, dollar voor. Dat maar is, is dat al, ook wel gewoon een fuck you. Weet je? Dat, dat, dat is dan... ook een klein beetje een fuck you. Uh, dit verhaal kwam dus al vrij snel uh, naar buiten. En uh, uiteindelijk was daar dan ook um, deze dame zelf. Helene Taylor, die heeft er dus op gereageerd. En nu zegt ze eigenlijk. Ja, dat verhaal klopt. Uh, ze zegt van, as I post on part 3 of my video thread, I explained that their first offer was too low. That offer was $10.000 total. Remember, this is 450 miljoen. Nou, dan komt ze weer van ja, maar 450 miljoen franchise, bla 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 bla. Uh, I thought that as a creative he would understand. He replied saying how much he valued my contribution to the game and how much the fans wanted my voice. He, he then offered an extra 5000. Dus 15.000. 50.000, maar goed, die komma is een ja, okay. nulletje te veel. Nulletje te veel. Uh, en, en hij zegt van uh, dat heeft ze declined. En toen kreeg ze inderdaad dat aanbod van oké, okay, dan een cameo voor 4000 dollar. Ehm. Um, zij S. moet niet janken. Dat, het, het spijt me. Ik, ik, ik kan er niet zo goed tegen. Ik vind nee. ook dat het de hele. Uh, zij heeft veel te veel aandacht gekregen. Deze hele uh, discussie heeft veel te veel aandacht gekregen. Zij is echt een en ze, <laughs> en ze heeft de medicijnen niet genomen. En dan begint ze dat af te reageren op Twitter. En dat is het probleem ook. Weet je, ik bedoel. Ja. Je, er, wordt, er gebeurt allemaal niets in die games-industrie. Dus dit soort non-nieuws wordt opgeblazen tot krankzinnige proporties. Dat doen we zelf natuurlijk ook al mee. Dus ik snap het ja, 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 ja. Het is ook leuk om erover te, over te praten. Uh, wat zij zegt ook: dat dat een 450. 50 miljoen dollar franchises nou echt... Ja, ze hebben er 1 miljoen net van verkocht. Dus waar ze uh, dat dan helemaal... Nou, het gaat helemaal nergens op. Die, nee. die, die franchise, ik, ik zag ergens ook dat uh, toegelicht worden. Volgens mij ook door Jason Schreier. Die zei van luister, dit is een uh, franchise... die door uh, Nintendo in leven wordt gehouden... Ja. om ook nog wat andere soorten games... Exact, op, ja. die, op, 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 op die platform, op, die, ja. op dat Nintendo platform te krijgen. Omdat het anders alleen maar Nintendo games zijn. Dit is wat volwassener. Mm -hmm. En... Uh, ja, weet je, ik bedoel, dit is geen 450 miljoen dollar. Zij is helemaal niet goed bij de hoofd. Nee, nou ja, en nogmaals, uh, of ze nou wel of niet goed bij de hoofd is, ik vind je verhaal niet meer zo sterk als je zegt: van ik heb 4000 dollar geboden en dat heb ik niet aangepikt. En vervolgens blijkt dat je 15.000. Of dat nog steeds te veel is of te weinig dat gaat. En het, het, niet het, om. het hele ding is, het is een paar dagen werk. Dat denk nee, ik ook nog. Exact. Iets, weet je? Ik bedoel, maar kijk, ik weet kijk, ik, ik vind niet. Er zit natuurlijk, heeft ze ook een punt in de zin van: oké, okay, ze heeft ervaring. En uh, ze heeft zeven jaar getraind samen met coach, bla, bla, bla. Ik, snap, ik snap het allemaal. Weet je, dus je kunt niet helemaal zeggen van oké. Okay, het is uh, uh, vierdagelijk, maar wacht even. Je krijgt 4000 dollar per dag. Ja, ik weet niet hoeveel jij per dag verdient, maar niet, niet 4000 dollar. Ik nee. ook niet, nee. weet je. Dus ik heb precies van als ik 4000 dollar per dag krijg, denk ik van hé, hey, mooie klus, weet je? Hé, hey, mijn stem wordt gebruikt en dat. Oké, okay, lachen. Maar ik denk dat zij andere problemen heeft. Nee, en misschien ook wel financiële problemen, uh, ja. maar je moet dat niet. Gaan afreageren. En als je dat doet, kijk, oproepen tot een boycott. Dat is echt een, het beschadigen van het merk. En dat ja. is ook het beschadigen van het harde werk. wat de mensen die daar vol passie en energie door de crunchtime time mm -hmm. naar crunchtime time, daar al hun bloed, zweet en tranen in leggen, die, die schop je gewoon in de kloten. Ja. Waarom? Alleen omdat jij vindt dat je meer geld moet krijgen. Nou, nee, ik, nou, ik, ik nou, nou, ik ben absoluut. gewoon niet, ik heb het niet plus, heel veel sympathie. Plus slippery. dat jouw verhaal niet klopte, want je zei 4.000, het is dus 15.000 en daarna 4.000, dus dan had je ook eerlijk uh, moeten wijzen. Uh, 15.000 voor vier dagen werken. Kom nee, op nou ja, man. ja. Ik moeten echt niet. Exact. Moet, maar ja, ik, ik, als ik, het goed ik, had gedaan, dan krijgt ze nog meer werk en meer mensen en meer mensen. En nu slaapt ze te jank op Twitter en krijgt ze nooit meer maar ja, en dan inderdaad het constant te reageren op social media, wat tegenwoordig hartstikke hip is, in plaats dat ze nou gewoon, weet ik veel, Jason Fryer belt en haar verhaal doet, zodat hij dat in een, in een soort verhaal gooit, ze het weer op, op, op internet, waardoor ze weer medelijden kan opwekken. En zo blijft het maar. Platinum ja. Games overigens heeft niet gereageerd inhoudelijk op deze zaak. Um, beware of my rules, zei hij toch. Ja, beware of my rules. Maar, maar ze hebben wel gezegd, omdat uh, wat je dan weer gaat krijgen, en dat is exact waar zij dan ook feitelijk mede Schuldig aan is, is namelijk dat die mevrouw, die nu haar klus doet, en ik ben haar naam even kwijt, sorry, hmm. die wordt nu bedreigd uh, op internet. Zo van: uh, jij bent een baanafpakker en weet ik allemaal. Kijk, dat ga je dan krijgen. En Plattinic Bench heeft gezegd: van jongens, alsjeblieft, laat iedereen, uh, we willen respect hebben voor iedereen in werk. Dat is exact wat er gebeurt is dus op social media. Um, aandacht gaat vragen of medelijden gaat vragen. Is dat het ook allerlei vervelende kanten gaat opwerpen? Ja, en da, het is, gewoon, het is een, een zakelijk conflict van online je. Een zakelijk bedoel... conflict vecht je uit of met elkaar uh, in binnenkamers. of je gaat naar de rechtbank toe. Uh, maar je gaat het niet op social media gooien, want het werkt gewoon niet. Anyway, nee. um, einde verhaal. Dit. Uh, dan uh, wil ik het nog even hebben over. Uh, over Microsoft, uh, over de CEM-zaak. Uh, ik heb hier, nou um, ja goed, dit is weer de hele antwoord van uh, Microsoft. Die heb ik nog eens een keer helemaal zitten doornemen. En één ding vond ik daar interessant. Even kort, dit is ja? de rechtszaak in Engeland. Uh, PlayStation tegen Microsoft ja. over de overname van Activision Blizzard. Uh, we hadden de vorige keer de punten van uh, PlayStation besproken. De repliek daarop van Microsoft, die heel sterk was overigens. Ja. En, uh, dat is nu, deze, inderdaad. Ja, en, is deze, ja. Kijk, er druppelen nu steeds meer kleine dingetjes uh, 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 naar buiten. Gewoon ja, dingen die ook weer interessant zijn. Dingen druppelen toch nooit uh, naar buiten? Uh, nee, druppels niet naar buiten. Ze druppelen naar binnen. Ze toch? druppelen naar binnen. Nou, ja, druppel dus bij inderdaad. ons op de redactie druppelt het naar binnen. Ja. Daar spuit het naar buiten. Even kijken. Um, Eén van die. Um, even kijken of dat deze was. Uh, even kijken. Ja, dat is deze. Is dat er dus een... Um een, uh, hoe heet het nou? een, een, een afspraak is gemaakt tussen Activision en PlayStation. En uh, dit is een tweet van Phil Spencer. Um, die heeft uh, dat hij, gaat, hij gaat zich gaat houden. Microsoft gaat zich houden uh, uh, aan. aan existing agreements upon acquisition of Activision Blizzard. The agreement between Activision, Activision Blizzard en Sony includes restrictions on the ability of Activision Blizzard to place Call of Duty titles on Game Pass for a number of years. Oftewel. So. PlayStation uh, betaalt. En dit verhaal is eigenlijk helemaal niet nieuw. Betaalt dus publishers. Uh, om ervoor te zorgen van. Hey, het mag wel verkocht worden op de Xbox, maar het mag niet op Game Pass. Maar dit vind ik weer een goed voorbeeld. Kijk, wij, weet je, ik, ik lees niet heel vaak alle comments bij alle items. Maar yeah. ik piep zo heel af en toe. En dan zie ik dan zitten er een aantal mensen bij. En die zijn zo diehard blind. PlayStation liefhebbers. <laughs> dat die helemaal nergens. Anders oog meer voor hebben, ja. maar dit is een heel goed voorbeeld van hoe PlayStation de gamesindustrie direct schaadt. Want mm -hmm. de gamer is de grote verliezer in ja. PlayStation geeft geld uit, niet om zelf betere producten te maken, maar om te zorgen dat producten van anderen niet op platformen van de concurrentie komt. Ja. Daar geven ze geld uit. in plaats van dat ze gewoon fucking een vervolg gaan maken van uh, um, uh, hoe heet het van uh, het fantastische uh, Days Gone. Nee, killen ze die franchise en geven ze extra geld uit om om een kot weg te houden bij ja. Game Pass. Het is om te janken zo treurig. En ik ben echt serieus... ik kan niet wachten totdat de huidige generatie management van PlayStation... met een gigantische boog op straat getrapt wordt... <laughs> en dat er schoon schip gemaakt wordt. Want de arrogantie ja. en de domheid bij dat bedrijf... Um, het moet stoppen. Weet ja. je? Ik bedoel, het is... Het, weet je, laat ze, voor mij is elk bedrijf helemaal vrij om zichzelf te gronden te richten, maar dit is gewoon heel slecht voor de gamesindustrie. Mm -hmm. Hier wat je hier ziet is gewoon een, uh, een, een schitterend voorbeeld van hoe onvolwassen en onproductief die gamesindustrie te werk gaat. Ja. En het is gewoon een kleine industrie, maar nog erger, daar hangt gewoon een hele klein burgerlijke mentaliteit. En als je denkt dat je als PlayStation soort van de, de concurrentie klein kunt houden door met geld te smijten. Ja. ja. dan heb je aan Microsoft een hele slechte, want maar, die hebben veel meer geld. Maar ja, dan exact. Ik bedoel, mensen, dus de PlayStation fans zullen nu zeggen, ja, kijk naar Bethesda, ze kopen Bethesda en vervolgens kan ik Starfield niet meer spelen op de PlayStation. toch net zo kut? Ja, het is zo kut, maar ze kopen tenminste fucking Bethesda. Ja. Weet je, ik bedoel, ik vind dat, ik vind al die, uh, 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 laat ik zo zeggen, als jij iets koopt, dan is het mm. je eigendom, weet ja. je? Ik bedoel. Um, ik, ik hou niet van uh, regelgeving van bovenaf en bemoeienis van bovenaf. Mm -hmm. um, op zich. In principe, natuurlijk kun je ook uh, uh, Activision betalen om een game daar niet uit te brengen. Alleen dan heeft Activision heeft de keuze van oké, okay, wat zou Game Pass me opleveren uh, ja. aan geld. Versus wat krijgt van Sony. Wat daar interessant aan is, blijkbaar Over. levert Game Pass niet zo veel op. Nee, nee, nee. Maar dat, 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 is, dat is exact wat Xbox natuurlijk ook zegt. Van, hey, ik wil die cijfers wel laten zien. Dan kun je namelijk zien hoe dominant. Uh, 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 ja, PlayStation. Uh, uh, PlayStation is op kot, en dat ook zal blijven. Weet je wel? Dus, maar, maar ik vind dat wel interessant. Want want ja. uh, um, het feit dat Sony kan afkopen dat um, uh, uh, Xbox dat een game op Xbox Game Pass komt, ja. wij hebben helemaal in het begin van lanceren. en iedereen denkt van oké okay, we zijn Xbox fanboys. Um, Game Pass is zichzelf gaan bewijzen omdat Microsoft er zo ontzettend veel geld aan uit heeft gegeven. Mm -hmm. Al die titels daar uitbrengt. Maar wij hebben vanaf het begin al gezegd dat businessmodel dat klopt niet. Ja. Weet je, het is onmogelijk om, um, uh, uh, nou goed, je, we hebben in deze rechtszaak de revenue stream gezien van alleen al de Call of Duty om dat soort uh, uh, hoeveelheid geld uh, te verplaatsen naar Game Pass en Denken dat je dat daar nog binnen gaat. Halen. Ja. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Ja. Dus dat, um, uh, dat kun je. Dus Max kan zichzelf een top naar de weg kopen, weet mm -hmm. je? dat begrijp ik wel, ze hebben gewoon heel veel geld. Maar de kans is heel groot dat als ze de concurrentie uitgeschakeld hebben dat game pass exponentieel veel duurder gaat worden en ik zag ik, ik heb dat vorige week ook gezegd en dan zag ik kom het zo nee man als ze denken dat game pass 40 50 euro per meer gestoord absoluut niet wat ze gaan doen namelijk is dat je ook daar een soort uh, systeem krijgt waarbij je een goedkope uh, tier hebt mm -hmm. en dan en dan weet je dan wordt dat zo uh, opgeschaald en dan heb je een duur en dus daar zitten alle nieuwe triple a titels bij en daar betaal je gewoon straks 50 60 dollar in de maand voor en um, Misschien is het wel de moeite waard, misschien niet. Je weet het niet. Maar dat is waar we heen gaan. Dat komt gewoon puur omdat het, dit businessmodel business is niet houdbaar. Ja. En dat, ja, dat voel je gewoon aan alle kanten. En toch zijn ze dus blijkbaar doodsbang bij. Want ze hadden ook kunnen zeggen... Hey, we betalen jou, uh, Call of Duty komt helemaal niet... Op de Xbox uit. Nee, wat ze zeggen is, dat mag niet op de Game Pass. Dat zeggen ze ook tegen andere publishers, niet op de Game Pass. Verrest. Ja, omdat het een, omdat het een, de propositie, de ja. waardeperceptie, sloopt. Weet je, als jij iets weg weet je dat je op een gegeven moment had je in Amerika of in Engeland bij de Tesco, dus de hele grote supermarktketen. Mm -hmm. Als je voor 100 pond aan boodschappen deed, kreeg je de nieuwe FIFA voor 1 pond. Zoiets. Ja. Met als gevolg dat die nieuwe FIFA's allemaal in de tweedehands winkel kwamen te liggen. Want mensen kochten het de iedere keer dat ze boodschappen gingen doen. En verkochten het vervolgens voor uh, 20 pond uh, bij, uh, uh, bij de lokale gameshop. shop. Dat overal tweedehands um, uh, FIFA's kwamen te liggen. En de waardeperceptie van die game helemaal kapot ging. En toen ja. heeft die EE had ook zoiets van Jesus Christ, dit, dit, dit werkt zo negatief voor het neerzetten van. Dat is bijvoorbeeld waarom. Um, uh, uh, Rockstar Games GTA nooit in de uitverkoop doet. Dat is waarom Nintendo nooit games in de uitverkoop doet. Niet omdat ze niet meer kunnen verdienen, maar omdat als ze dat eenmaal doen, mensen nooit meer de volle punt gaan betalen voor zo'n zo game. Nou, Game Pass is natuurlijk één grote uitverkoop. Het ja. is één grote budgetbak. Zelfs als daar nieuwe games direct naartoe gaan, niemand gaat meer full price betalen voor een game. Mm -hmm. Als je eenmaal in Game Pass zit. Dus dat is de reden waarom Sony dat doet. Een ander punt is natuurlijk, waar draait het nu om in deze zaak? Is uh, de monopolische positie. Playstation of in ieder geval de 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 C -E -M, die zegt van uh, dankzij het aankopen -E de de die 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 de engelse mee oh, okay, ja. ja, ja, dat ja. hij uh, dus um, uh, even kijken hoor, wat ik nou zeggen? Ja, nee, het gaat om monopoliepositie. Jij Ze zegt eigenlijk: de aankoop van Activision, Blizzard gaat ervoor zorgen dat hè, de foreclosure van PlayStation dan en dat PlayStation zijn monopoliepositie verliest. Ik bedoel, over het algemeen moet zo'n mededingingsautoriteit gaan optreden op het moment als een partij niet de monopoliepositie heeft. Ik bedoel, een, een partij met een monopoliepositie die nog meer krijgt, dat is waarvoor dit soort maatregelen in de leven zijn gehouden. Microsoft zit daar nog lang niet. En het grappige is, daar is nu een staatje uh, van. Um, dit is uit 2020. Uh, dit is de doelstelling van Microsoft, van Sony. Zie je dus hier. Uh, dat zij willen, met name hier willen groeien. Ze willen steeds meer games gaan met verkopen. Het komen miljarden uh, Amerikaanse dollars. Ja, precies. En dit is interessant. Zij willen, de Playstation 5 moet market share 50% plus. Ja. Dit is een monopoliepositie. Ja, precies. Dus... Weet je, moet je kijken wat digital console software, wat een gigantisch onderdeel van hun revenue dat Absoluut. is. Absoluut. Dus een fysieke game, daar wordt, uh, uh, wordt maar 11 miljard op verdiend, die fysieke games. Ja. Uh, dat is gewoon net iets minder dan de console hardware op zich. Daar ja. wordt dan 17 miljard aan verdiend, maar is bijna 60 miljard. Aan, um, uh, aan, aan uh, digitale consoles. Exact. exact. En daarmee willen ze dus marktleider worden. En dit maakt het ook interessant. Nou snap ik ook beter waarom Sony Game Pass als een bedreiging ziet. Omkijk, deze groep, dus de mensen die een disc kopen, dat zijn over het algemeen de mensen die gewoon trouw nog hun game op een schuifje willen hebben en dan ja. een PlayStation kopen. Weet je, die gaan niet zo snel Game Pass nemen. Dat zou kunnen, maar. Het lijkt mij wat minder dan deze mensen die hun game dus online gaan kopen. Als je alles online koopt, dan is de stap ook vrij, makkelijker, vrij makkelijk om te zeggen... oké, okay, als dat via een subscription nog goedkoper kan, ja. laat ik dat dan maar doen. En dat, uh, dit, dit maakt het verhaal voor mij nog steeds gewoon een beetje vreemd. En uh, de Amerikaanse mededingingsautoriteit die heeft nu al gereageerd op... deze week was er een uitspraak van de Britse autoriteit over uh, meta en... Cliff, hoe heet het nou? Een, een softwarebedrijf, uh, wat, wat uh, gifs kan maken. Die uh, moeten ze, ja, ja, die moeten ze afstoten. Ja, klopt. Zo. In Engeland. En Amerika heeft gezegd: van dat hele onderzoek slaat helemaal nergens op. Weet je, Amerika is natuurlijk wat ander land. Die zijn. Microsoft is ook Amerikaans, Die denken er wat anders. Die zeggen van het hele onderzoek slaat helemaal nergens op. En zijn ook kritisch op het huidige onderzoek. Mm -hmm. Waarom? Omdat. Je gaat pas onderzoek doen als het een, 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 een partij is. die. dermate al een, een, een toppositie heeft. Die, zich, die het nog verder kan versterken. Terwijl dit nu een, een positie is van iemand die. aan wil vallen. Ja. Natuurlijk wil Microsoft monopolie worden. maar daar zijn ze nog niet. Dus dit vond ik ook uh, grappig. En dan op een gegeven moment. Um, zat ik te denken: van: oké, okay, wat, wat. Het zou best kunnen. Het zou best kunnen dat. dat, dat uh, de CEM uh, 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 gelijk krijgt. Hm. En dat de deal niet doorgaat maar denk je, in de UK. Maar dat ga, ja, in de, in de UK, maar wat betekent dat? Colos nee, doet het okay. niet uitkomt in de UK. S S de UK. Maar het was meer van, stel dat dat dan wel zou gebeuren... Ja. en de EU gaat daar ook in mee, want dat zou dan ook vrij makkelijk kunnen... ook een beetje protectionistisch. Um, stel dat die hele deal, en dat Microsoft zegt... Nou oké, okay, nu wordt het mij te ingewikkeld, fuck het ook maar. Laat die hele deal zitten. En, en ik las een heel interessant verhaal. Uh, iemand die zei van, uh, als dat gebeurt, ik denk dat Sony niet weet wat ze dat dan echt de beer los is. Want wat zou Ma Ma Microsoft kunnen doen? Die heeft dan opeens 70 miljard over. Mm -hmm. Die zegt dan oké, okay, dan koop ik gewoon alle rechten op Call of Duty. Dan koop ik alle rechten op FIFA. Dan koop ik alle rechten. Ja. Dan ga ik gewoon met geld. Dan, okay, dan doen we het ouderwetse manier. Dan, 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 dan koop ik die games gewoon. Weet je, maar ik denk dat, dan ga Ma ik daar gewoon uh, exclusieve deeltjes mee sluiten. Ja, maar ik denk dat Microsoft juist heel erg bewust is van het feit dat omdat ze zo groot Tuurlijk. zijn, dat ze niet arrogant over willen. Nee, komen. nee, dat snap ik. Maar... En Sony heeft het precies het tegenovergestelde. Ja. Dus ik, de, ik zie Microsoft dat niet zo heel snel doen. Ik denk ook niet dat ze wraakzuchtig zijn. Dit is gewoon business. Je moet dit ook als business zien. Ik weet zeker dat er niemand bij Microsoft ook maar een nacht wakker ligt over wat hier in Engeland gebeurt ik ben het mm -hmm. ook niet met je eens dat het zo makkelijk uh, te vertalen is naar de EU uh, wat nou, dat betreft okay, de UK wel. en EU zijn het totaal mm -hmm. uh, uh, anders en wat betreft die mededingingsautoriteit uh, wat, wat ga je krijgen weet je een, een rechtszaak in de UK oké okay, de game mag niet in de UK verkocht worden dan kopen alle UK uh, gamers die kopen die game gewoon in Amerika snap, weet ik, ik veel die kopen ik. het ja. in Nederland die kopen het ergens anders ja. het maakt geen donder uit en dat is het ding met weet je ik bedoel die samenwerkingen zijn zo groot zo internationaal mm -hmm. als Amazon uh, uh, niet meer die game mag verkopen, nou er zijn er 30 andere. Plekken. Ik kan me nog herinneren dat je op een gegeven moment in Duitsland. Heel lang geleden had je uh, dat, dat ding dat je niet. Uh, er mocht geen rood bloed in games. Mm -hmm. Weet je dan Ze groen bloed. Ja, ja. Nou, Duitsers moesten al die shit niet, al, al die brave shit niet. Kocht dus die, die kochten Nederland. massaal Nederlandse en Oostenrijkse uh, exemplaren van games. Ik weet het verhaal van Nederlandse uitgevers die gewoon met mm -hmm. hun met de bestelbusje vol met games de grens overreden. Ja, ja, ja. En dat allemaal verkochten aan game-retailers ja. daar in Duitsland. Dus het is. Ik bedoel, je kunt dit niet stoppen. En zeker niet maar, met dit maar, soort regelgeving. Uh, Oké, okay, nee. De meeste mensen ook als ik als ik kijk naar games industry en, en Bloomberg en, en Financial Times, die zeggen ook van de zaak is nog niet heel erg sterk. Ik bedoel, um, um, ik heb ook het advocatenteam nu gezien um, en daar zit een chick bij die al twee van dit soort hele grote zaken heeft gewonnen voor Microsoft. Dat is echt mm -hmm. absolute top voor game. Voor gaming is dit echt. Het is een hotshot, weet je. Ja. Dus ze zetten hun e-team daarop, weet je wel? Dat, dat dat is al heel lastig, want uh, het is trouwens de CME, niet de CM. De CME. Um, dat is een overheidsorganisatie volgens mij. En ja, dat dat zit dan. Ik denk niet dat zij zulke dure advocaten hebben. Dus... Het is niet een overhaat Het is zo'n semi. Okay, ja. Het zit er zo'n semi tegen natuurlijk. En ik kijk Microsoft is dit, doet dit non-stop. Weet je ja, ja, ja. ze hebben dat met ik bedoel in zoveel verschillende jurisdicties hebben zij al problemen gehad van ja. ze zijn gewoon zo groot dus ze krijgen dus ze zijn gepokt en gemazeld. Nee, absoluut. Het, dus, uh... dus maar stel dat um, maar jij zegt van dat zullen ze niet doen. Want ik kijk de reden dat zij Game Pass ook een beetje zijn gaan doen is ook een beetje uh, ingestoken van oké. Okay, fuck het als je dan als het op deze manier gaat, gaan we het op die manier doen. En als je ons zo wil kleineren in, in de zin van wat er gebeurd is, zo vernietigen hebben verslagen, dan gaan we ook zorgen dat we. Een kans hebben op te winnen, nee, maar omdat het is niet het gaat niet om winnen. En als zij stel je voor dat zij uh, Sony helemaal weg zouden vagen, dan hebben ja. ze een nog veel groter probleem. Want dan is namelijk dit soort rechtszaken gaan daadwerkelijk ergens over. Ja, dus uh, net als dat, uh, ik volgens mij was dat Microsoft, die was op een gegeven moment, uh, die had heel veel gezeiken over die browser die mm -hmm. in Windows zat, hè? internet ja. explorer. En toen hebben zij het uh, ook heel openlijk, hebben ze zijn bijvoorbeeld Firefox gaan, ja, ja, ja. Uh, gaan ja. sponsoren, weet je, dat, dat Mozilla ook zelf met software. Uh, development aan de slag ging, om een concurrent in de markt mm -hmm. te houden. Ja. En de, de, ik bedoel, het is zo krom als het maar kan, weet je. Met ja. één partij die is zo fucking groot en die moet dan maar kunstmatig concurrentie gaan sponsoren. Netscape was dat toch volgens mij? Nee, het was ja, nee. Het ja, was nee, dat ze, ze vechten toch. Explorer was tegen Netscape volgens mij. Die nee, was fire for. Oké, veel, Weet je, maar anyways, dat uh, het is al lang geleden. En in, in ieder geval, waar, waar het om gaat is, de Microsoft is gewoon heel erg groot. Ja. En dat is een probleem. Daar ben ik het wel mee eens. Dat is ook een probleem. Maar Sony het gooit het over totaal de verkeerde boeg? Mm -hmm. Het is echt zonde wat ze doen, en Sony moet vanuit uh, vernieuwing en, en innovatie ja. dit probleem te lijf gaan. En wat ze nu aan het doen zijn, werkt zo averechts voor het imago van Sony. Ik vind ja. het zo ontzettend zwak. Ja, en dat um, ja, ik vind het zonde. Ja, maar het is zonde, maar het zegt ook wat over de mensen die daar nu zitten. Weet ja. je? En ik, 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 ik weet, we hebben ook wat mensen uit de, uit de games, die kijken dit item. En dan zie je ze gewoon giftig. Zitten van, nee, maar <laughs> Sony zijn wel hele aardige mensen. Ja. Ik zeg: Nee, man, het, het spijt me, maar de, de, de visie is ver te zoeken. Het, is een, uh, uh, het ondernemerschap is ver te zoeken. Dit gejank wat we hier zien is gewoon een disservice voor ja. iedereen die een PlayStation in huis heeft. En dat, uh, ja, ik vind, ik vind het triest wat ik zei. Ik, ik wou dat zij um, uh, Sony liet zien. Weet je precies wat ze met de PlayStation 4. Eigenlijk bij de PlayStation 3 is dat ja. begonnen. PlayStation 4 is dat heel goed. tot was gekomen. Al die verschillende titels. Weet je, die indie games die ondersteund werden. Weet je, die tijd dat Rami daar uh, uh, een soort, uh, ja, hoe noem je het? Een soort, soort kweekvijver van talent daar aan het doen was. En mm -hmm. allemaal indie ontwikkelaars hadden vette projecten. En op die gamebeurs had je hele indie. Hallen, waar, waar of Hallen is een beetje overdreven, maar van die in die evenementen waar ze lieten zien wat er allemaal aan de hand was, ja. werd super tof shit gemaakt en dat ging daar. Ging allemaal een streep door, weet je, al hun innovatieve titels gaan weg. Maar wat krijgen wel de remake van de remake van de re isje van de remake van, ja. van van een van de grootste titels? Een Beetje de rift die ontstaan is toen ik ben zijn naam weer even kwijt. Toen die ene man is uh, leden ja, uh, die is weggegaan en uh, dat was een macht. Het, dus het is hem denk ik, daar, het is daarvoor al gebeurd. Ja. Het is echt daarvoor al gebeurd. Maar dat, uh, ik, ik, ik ja. ben wel benieuwd. Kijk, Microsoft heeft op dit moment um, zitten wat comfortabeler positie. Ten eerste uh, spelen zij uh, van hé, hey, wij doen het voor de gamers. Um, en nogmaals, iedereen denkt allemaal dat ja, maar dat jij gelooft toch niet dat Microsoft? Nee, natuurlijk geloof ik dat niet. Precies wat Boris zegt. Op dit moment spelen ze dat spelletje. En op een gegeven moment, als zij uh, de markt he, echt hebben, dan ga je echt wel doel, Zij doen het ook om het geld. Zo simpel is het. Um, ik ben heel wat benieuwd um, wat er gebeurt als op een gegeven moment ze die drempel overgaan. En. Game Pass wordt uh, echt marktleidend, wordt dominant. Weet je, gaan ze, dan, gaan ze dan nog steeds voor de gamers zijn? Nog steeds zeggen van het mag overlop uitkomen? Ook op PlayStation, weet ik allemaal. Of gaan ze dan de teugels aanhalen en gaan ze nu echt het geld eruit trekken? Nou, uh, ik denk dat ze Weet je, je gaat gewoon exact hetzelfde krijgen... wat je met Spotify en met Netflix gehad. Mm -hmm. weet je. Ja. Allebei marktleiders op een gegeven moment in hun eigen segment. Spotify is dat misschien nog steeds wel een beetje, ik weet het niet. Maar dat... Uh, ten eerste zag je de prijzen uh, bijna verdubbelen, weet je. Ik kan me herinneren, ik weet het niet 100% zeker meer... maar ik kan me herinneren dat Netflix begon op 6,99 dollar. Inmiddels, laatste keer, tenminste ik heb het opgezegd... Uh, laatste keer dat betaalde ik er 15 dollar voor, zoiets. Mm -hmm. Weet je, dus met een beetje fantasie zie je gewoon dat die prijzen verdubbelen. Dat is wat je krijgt als je... Uh, uh, marktleider bent. Um, daarnaast zie je wel dat zowel bij uh, Netflix als bij um, uh, Spotify toch ook gewoon die titels ook nog wel op andere platformen. Het is heel moeilijk om exclusiviteit uh, volledig af te dwingen. Ja. Tenzij je eigenaar bent van de content creatie. En dat kan natuurlijk, Microsoft kan dat natuurlijk doen, maar ook Microsoft heeft te maken met uh, um, de, hoe noem je dat, de de beweging mm -hmm. van, van, van booms en bust. Weet je, van een recessie en, en van, een, van een markt die heel erg omhoog knalt. Weet je, en we hebben yeah. net gewoon een piek gehad en we gaan gewoon nu weer naar beneden en er zit een zware recessie aan te komen. Maar ja, en ze zijn nog steeds heel erg afhankelijk van het succes van Game Pass. Toch voor een groot deel op de third-party titels en niet op hun eigen games, omdat die voor een nou, groot deel niet zijn. nog niet uit zijn. Ja, dus ja. ze hebben dit wel um, nodig. En um, er was nog een klein ander iets. Uh, ja, dat, dat, dat vond ik ontzettend grappig. Uh, de CMA die uh, ging op op een gegeven moment zo, vragen van: Hey, het publiek, uh, stuur ons een mail uh, met wat jij vindt van deze zaak. Wat, wat, wat heel veel mensen zeiden, ook al. Van nou, ik uh, wens je alvast heel veel succes met de fucking troll shit die je nu op je mailbox krijgt. Hm. Ja, dit vind ik dan wel weer een soort van raar dat uh, dan ben je zo'n organisatie of dan pretendeer je zo'n organisatie te, te zijn die opkomt voor het publiek en dan ga je ja de publieke opinie vragen wat ze dan vinden ja wat denk je dan dat je krijgt de ene helft mensen die zeggen je moet doen de andere helft zegt van nee dit, 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 Microsoft is bad, zijn bad guys weet je ik bedoel dit dit leidt toch ook ja, het, helemaal... is, het, het stomme hiervan is is dat ten eerste krijg je naar nou, de console wars uh, ja. haal je in huis uh, <laughs> maar wat je ook merkt dat, waarschijnlijk is dat al de reden dat ze überhaupt vragen naar de mening van mensen ja. gewoon omdat ze merken dat er ontzettend veel uh, backlash is ja. ook waarschijnlijk intern en naar medewerkers en dat is gewoon het ding weet je Want aan de ene kant zeggen ze van kijk dit wordt He, dit hele verhaal wordt geframed als een David tegen Goliath verhaal. Mm -hmm. Weet je, een soort van de, de kleine Sony tegen het grote Microsoft. Het bizarre is dat Sony online en, en ja, uh, ja, qua wacht. platform veel groter is dan Microsoft. Mm -hmm. Dus het. Het is niet het kleine bedrijf X tegen het grote bedrijf Y. Nee, ze zijn het zijn twee gigantische molochen tegen elkaar. Ja. En het is allemaal politiek. En zij zitten er nu middenin. En ik denk eerlijk gezegd dat ze veel te veel uh, hooi op de vork hebben genomen ja. voor deze, uh, weet je, voor dit onderwerp. Ze hadden ik, dit ik, gewoon ik, allemaal ja. weg moeten, zo van, zouden we niet erop allemaal gaan ja. uitzoeken? Met elkaar. Ik, ik, ik denk ook dat dat, kijk, zij doen eigenlijk altijd van hele taaie, suffe shit, weet je wel? Waar mensen, natuurlijk heb je daar als mens wat mee te maken. Ik bedoel, Meta en en en, en Giphy, weet je. Maar nobody cares, weet je wel? Ja, uiteindelijk echt nobody cares, nee, man, maar dit wil. in één keer, dit, dit is zoiets. Hè? Ik bedoel, gaming, videogames, je console, het it, 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 it is passie in één keer. Weet je, wel? Het, is, het is jouw PlayStation, het is, het is jouw Xbox in één keer, het ontploft gewoon. En zij worden van alle kanten natuurlijk benaderd. Door pers, door media. Ze krijgen mails binnen. En in één nee. keer zien ze van, fuck. Hoeveel mensen werken daar nou helemaal? Weet je? Ja, het is soms verbazen zou... als er meer dan dertig zitten. Nou, bedoel je, ik, van, dat bedoel dit, ik. Dit, dit, dit is aan het ontploffen. En ja. Um, ja, dan denk ik dat het niet handig is als je ook nog vraagt aan het publiek om een mailtje te sturen. Uh, nee. Ik zag al dat iemand zei van, jongens, houd netjes. Want dan werkt alleen maar weer tegen je. Whatever. <laughs> maar het it, is bizar. Ja, um, scheldkardonades. Ander uh, ook dit is Microsoft. Ik kan er niks aan doen. Uh, Microsoft heeft namelijk deze week bekend... of vorige week bekendgemaakt... dat zij een, een nieuw storefront willen maken. Ze willen eigenlijk een nieuwe shop maken... vooral voor mobile phones... Uh, om daar games te kopen. En dat moet dan een rivaal worden... van Apple en Google. En hun grote perk gaat zijn... Uh, dat uh, kijk naar Fortnite. Wat is altijd het probleem? Waarom, wil Apple, uh, waarom heeft Epic beef met Apple? Namelijk uh, Fortnite is gratis, maar we verdienen ze hun games aan, aan in-game uh, transactions. Maar die in-game transactions die kunnen ze alleen maar verkopen via de tool van Apple. Dat willen ze natuurlijk zelf doen. Dan blijft er namelijk veel meer centjes aan de strijkstok hangen. Um, en Microsoft zegt dat mag bij ons. Je kunt dat gewoon met je eigen tools doen. Daar hebben we dan geen enkel probleem mee. Dat is ongetwijfeld een feedje aanhangen. Maar in principe uh, staat het dan open voor. En um, dit zou ook wel eens, heel veel mensen hebben het natuurlijk de hele tijd over. Activision Blizzard is fucking belangrijk voor de console war. Maar een heel groot onderdeel van Activision Blizzard is natuurlijk King. Wat een, een, een van de grote spelers is als het gaat over, over mobile games. En een heleboel mensen zeggen nu ook van: misschien dat dit eigenlijk nog wel belangrijker is dan dat Game Pass verhaal. Weet je, want dat, dat, dat Call of Duty, dat, 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 kunnen ze, dat zeggen ze dat willen we rustig ook aan uh, PlayStation. Uh, dat, dat zij dat kunnen spelen, hebben geen probleem mee. Hier willen ze gaan toeslaan. Ja. Wat, wat denk jij van: hebben zij een kans om. Met zo'n achterstand op Apple en, en Google iets minder, maar toch ook uh, om daar nog tussen te komen. Ja, absoluut. En, ja? En waarom? Omdat die Apple en Google stores, uh, ten eerste, ik, uh, uh, als, je, te, als je het over gaming hebt, hè, mm -hmm. want daar gaat dit natuurlijk niet helemaal over, maar als je het over gaming hebt, dan hebben beide stores gewoon ontzettend slechte naam. Ja. Gewoon vanwege de in-game transacties en de pay-to-win en al die bullshit, weet je. En dat was ooit heel anders. Hè. Zeker mm -hmm. Apple, die had een fantastische reputatie. Nou, dat is helemaal naar de haaien. Technisch gezien, ik zie niet voor me dat uh, Microsoft een uh, game store gaat openen op, op iOS bijvoorbeeld. Nee. Ik zie gewoon niet voor me hoe dat gaat werken. Ja. Aan de andere kant, misschien, uh, um, ik bedoel, ik zie de juridische afdeling van Microsoft alweer handen vrij zitten. Van, nou, daar hebben we weer vijf jaar werk, weet je, want dit wordt gewoon procedure op procedure op procedure. Ja. <kacht> ja, hoe, dat, hoe het gaat uitpakken, dat, dat is de vraag. En ik weet ook niet of Microsoft in staat is om dat te keren door te zeggen van... oké, okay, nee, we gaan nu alleen maar hoogwaardige videogame... Uh, uh, content op dat platform zetten. Of wordt het ook gewoon de zoveelste klik bij het rommel. Ja, um, ja dat die kans op het laatste krijgen. ze erover. willen natuurlijk dat, dat... dat echt dat ecosysteem helemaal gaan bouwen. van Dat is wat ik begrijp, want dat zeggen ze ook van... Uh, in de document... de firm describes plans for a next generation a game store... which operates across a range of devices... including mobile. Wat zij natuurlijk willen is dat... bij wijze van spreken je Halo... Of Call of Duty speelt uh, op je PC en dan ga je het in de cloud doen en dan doe je het toch? Maar dan op krijg je, je toch je e gamepass achtige ding op je telefoon. Dat zou je dan krijgen. Ja, inderdaad. En, en daarbij zeggen ze dan tegen developers van wat meer mobile games van hé, hey, dude um, als jij in-game transactions doet dan kan dat nu ook uh, met je eigen tool. Um. En Epic heeft al eigenlijk een beetje gezegd van oké okay, that's interesting, ja. weet je wel. En Fortnite is nog steeds niet op de iPhone verkrijgbaar. Echt waar? Ja. Dat oh. staat, staat niet in de App Store. Echt waar? Ik ja, dacht dat ze e daar een deal over hadden gesloten. Uh, nee, volgens mij niet. Uh, maar goed, uh, ik word ongetwijfeld. Wel vindt, dit is waar ik nu even op, op uitkom. Uh, ik weet namelijk dat, Apple heeft aangegeven, of dat Epic heeft aangegeven dat ze dit heel interessant uh, vinden. Ze zijn, ja, zitten redelijk close met Microsoft. Maar goed, ik vind de Epic Games Store ze één groot gefaald uh, experiment. Ze nee. hebben echt, uh, 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 weet je, de gamers... Tot taal genegeerd en de feedback niet naar geluisterd. Mm -hmm. En uh, iedereen was blij toen het uitkwam. En uiteindelijk, dat je zag verder ja, korting ging alleen maar naar developers toe en niet naar gamers. Dus ja, ik heb niet het idee dat het nou zo'n groot succes is. Nee. Ehm, um, nee, ik zat nog even te kijken. Ja, ik kan je nog ja, herinneren dat we vroeger had je Windows-telefoons? Ja, je, een... de, je, hebt, je hebt de workaround nodig, dus het, het kan nog steeds niet rechtstreeks. Maar goed, ga, wie gaat dat nou weer doen. Dan moet je nee, uh, dat, dat weet ik. Dus dan ga je je iPhone jailbreken om de Windows-store erop te zetten. Nee, maar, maar misschien weet jij dat hoe. hoe want, kijk, iPhone zit, Apple zit er niet op te wachten dat 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 dat, dat Game Pass. Nee, het is een gesloten systeem. dat gaat helemaal niet gebeuren. Want Game Pass staat nu wel op mijn iPhone. Oh, die, gewoon een app? Ja, ja tuurlijk. Dat, maar dat, dat, je mag gewoon een Microsoft-app downloaden. Ja. Maar zodra je ook maar iets aan, aan verkoop gaat doen, dan gaat er gewoon 30% naar Apple of weet ik hoeveel het is. Hmm. Daar, daar ontkom je niet aan. Nee. Maar hoe moeten ze dan... Dan zit ik even na te denken, hoe willen ze dan dit hele plan in de eigen storefront? Nou, dan... Jij ja, zegt al, ze hebben King gekocht. Ja. Uh, wat is dat, farmville? En zo, ja, dat ja, soort Candy Apple, Crush. Candy crush. Groot. Nou, goed, dan gaan ze naar Apple toe en zeggen ze van luisteren, Candy Crush. Gaan we uit de App Store halen. We gaan we dat via onze eigen store gaan verkopen. Ja. Uh, zullen we even gaan zitten, weet je, dan gaan ze een deal maken. En dan zegt Apple, ik wil 30%. En zeggen ze nee, nou yeah. 10%. Weet okay. je? Dan, nou goed, dan wordt het uiteindelijk 20%, ik weet het niet. En dat uh, uh, ja, zo gaat dat uh, gaan. Um. Kijk, ja, ik vind het, uh, het, het. Het laat alleen maar zien op hoeveel fronten Microsoft op dit moment aan het spelen is binnen dat domein van entertainment en, en gaming. En Weet je, waar ik heel bang voor Sony ben. Sony doet exact hetzelfde. Die is nu ook met mobile bezig. Die is ook ja. met PC bezig. Dus die is, ook daar weer zie je van: in plaats van een eigen richting, zijn ze ook een beetje toch. Ah, waar, waar ik echt bang voor ben: kijk, Microsoft is niet van huis uit een gamingbedrijf. Zeker weet je? Xbox is altijd er een beetje aan vastgeplakt. En nu toevallig uh, met die Tony Nadella toen die kwam, ja. die heeft echt een zwak voor videogames voor de Xbox. Nou goed, het is uh, de juiste plek, juiste moment. Ook, uh, uh, hoe heet het met Phil Spencer natuurlijk? Weet je, die dat gewoon hartstikke goed gedaan heeft. Uh, dus nu werkt het. Maar kijk maar wat Stadia deed bij Google. Weet je, oké, okay, het werkt niet. Pof, sterk eruit, weg. Ja. Weet je, ik bedoel, dat kan bij Microsoft ook gebeuren. Dat soort gewoon een groot risico mm -hmm. en dat en ik vertrouw makers daar nooit helemaal in dat ze niet nee. ergens gewoon zoiets hebben van nou hebben we dat gaming nog wel helemaal nodig. Er zijn al eerder uh, geruchten geweest dat ze de Xbox wilden verkopen, bijvoorbeeld, mm -hmm. weet je. En dat is en aan Amazon en weet ik wat. Nou, het is allemaal nooit wat geworden. Um, maar het is Microsoft, weet je. Als die meer geld kunnen verdienen in services of in weet ik veel wat voor data, ja. dan gaan ze dat doen. Nee, weet je? Dat, dat ben ik ook helemaal met je eens. En nogmaals, dat dat zijn twee gescheiden dingen. Mensen zien dat niet. Ik ben we zijn bezig met wat er nu gebeurt. Dus de facto uh, CMA. en en daar kijken we naar, maar ook. Als je het hebt over vertrouw je dan Microsoft op het woord dat het altijd zo zal blijven en dat dat ze nooit aan exclusieve deals zullen uh, uh, schudden en en en, en dat verbreken, nee, natuurlijk niet. Nee, het is Eens. wat dat betreft ook een, een, een bedrijf uh, met, met een slechte staat, uh, met een geschiedenis. Uh, maar goed, we kijken nu even naar nu. En PlayStation had dat misschien wat anders kunnen aanpakken. Goed, ja. la, even, we sluiten een beetje leuk af. Um, Aanstaande vrijdag is hij uit. Call of Duty. Jij moet nog even wachten tot november, want dan is Warzone er ook. Maar je kan ja. in ieder geval dan wel gaan uh, fraggen. Nou, er is een, een, een hele mooie map uh, van, uh, van Amsterdam. Ja, ik heb het gespeeld. Ja, nee, ik vond het wel leuk. Deze man die. Uh, ik denk dat het een Nederlander is. Uh, en een heleboel andere mensen zeiden ook van. Op een of andere manier ze hebben het wel mooi gemaakt, maar ze snappen nog steeds de Nederlandse cultuur niet. Uh, ten eerste van. Um, ja dus dat er geen uh, ja deze man het gaat wel heel diep hoor maar de, hij zegt van ja bijvoorbeeld hier zie je er zitten geen nummerborden op de scooter ja en by law uh, moet dat dus dat, dat dit, dit, dit klopt al niet nou ja, god, ja. Dus, en dan had ze nog meer oh ja hier um, het is niet 180 het is uh, 140 euro uh, en uh, ze hebben in totaal 2,4 miljoen euro opgehaald aan pissen in, uh, ja, op, op straat in Amsterdam is dat ja. altijd alleen Amsterdam? Nee, niet 17.000 man. Dit, dit moet een heel land zijn. Nee, hoor, ze is vast aan Amsterdam. Ja, ja hoor. Holy shit. En uh, poepen. Dat wist ik niet. Uh, 159. Zo... 19 euro duren. Dus uh, dan ja. heb ik wel zoiets als je dan toch echt moet, zou ik ook maar meteen gaan kakken. Ik bedoel, dan heb je gewoon En wat als je oh. beide doet dan? Krijg je dan want want principe dus, kun je de, niet ja. twee keer bepoet worden fijn. Dus als je bezig bent met ontlasting in het algemeen, dan denk ik dat je gewoon 159. Kun je krijgt. kakken zonder eerst te plassen? Vast wel. Ja, maar... ik heb het nog nooit gedaan. Volgens mij het is het altijd. Maar als je het ergens doet, dan is het wel op de wal in Amsterdam. Dat je. Dat... Ja. Nee, goed. Dat is wat. Uh, dan hebben we hier dus ook, vond ik ook wel een leuke uh, muzikant op, ja, op straat. No fucking way. Die heb ik ook, uh, ik ook zoiets van. Nou, dit slaat echt helemaal nergens. Nee, op. nee um, dat mag alleen maar tussen 9 nee. en 11. En um, deze en missie, Zeker niet uh, met versterkte instrumenten. Nee, en dit is om 8 uur s ochtends. Dat kan niet. Um, en de meeste winkels zijn ook niet open in dit gebied. Het is de wall inderdaad om 10 ja. uur. Uh, dus de straten zijn een beetje te levendig. ook ja, slecht. Uh, ja, dit ook weer. Uh, de, de, het is wel de fucking mooi. Ja, het is man. waanzinnig mooi. Maar alle gebouwen staan recht. En gebouwen in Amsterdam ja, staan helemaal niet recht. Die gebouwen misschien, want dat is allemaal nieuwbouw waar je tegenaan kijkt. Ja. Ik ken ze als iemand die daar woont. Het is niet normaal. Maar um, ja, ja, okay. dit dit is, ja, dit is weer de gracht. Dit is iets anders. Dit is ja. volgens mij bij het rookkin aan de overkant. Maar de, want je hebt ook de gracht natuurlijk. En ja. misschien bedoelt hij dat. Ik denk dat als je eentje, eentje verder gaat, dat je dan die grachten ziet ik weet niet of er nog eentje is. Nou, volgens mij zijn drie screenshots. Okay. Ja, hier zijn. Ja. ja, het, ziet, het ziet, er, ziet er belachelijk vet uit. Had hij er nog. Maar ja, een ja is ook een steegje? Namelijk, wat oh zijn ja, hier. Uh, eenden voeren. Mag ook helemaal niet ja. in Amsterdam. Dames en heren, je mag je eenden niet voeren, want het levert namelijk ratten op. Uh, ik weet niet of je daar een boete van krijgt. Daar heb ik nog nooit van gehoord, maar het zal wel. Het zal wel, inderdaad. Ja. Uh, nou, deze mevrouw is uh, lekker de... Uh, maar dat je naar de wallig gaat en dat je dan... Uh, de, en daar zie ik ook iemand fotograferen trouwens aan de overkant. Dat vind ik ook... Uh, oh, ja, deze is de, mag ook heel, nou, ja. het Het, kan, nou, ja, je, het, ja, het mag wel, man. maar laat ik zo zeggen, je moet niet... De, de, ja. de, de mooie boot van Rederij Smitje ligt ja, daar ook. En dan ja. hebben ze het ook over, de straten zijn allemaal helemaal glad. En dat is natuurlijk ook niet Het zo. regent, hè? Dus dat is een ja, beetje de reden. Maar het ziet er wel echt, ja, het is fucking... Het is zijn. En vooral, wat ik moet zeggen, kijk, dit, dit hele... Uh, het is ongeveer wat je hier ziet, hè? Dus het steeg je naar rechts een beetje en naar links kan je. En dan kan je nog een Tuurlijk. beetje rondlopen daar. Dat, dat was het wel. Maar ze hebben dit helemaal nagemaakt voor een. Ja, serieus. Het is zo kort. Het is nog Het is een paar minuten. Dan speel je dit uit. Het ja. stelt geen flikker voor. Maar ik zag dit. En ik had echt zoiets van: wat de fuck is dit? <laughs> weet je, het is insane. En het is ook nog eens een beetje, Het kon nu uit. met die herfstbladeren. Het ziet er gewoon zo uit. ja, ja. ja. En um, ja, ik, ik, ik had voor het eerst dat ik zoiets had van. Uh, ja, ik, ik word daar heel enthousiast van dat ze dit helemaal hebben nagemaakt. Ik vind het supercool. Ja, ja, ik ook inderdaad. Goed, een positieve noot, een vrolijke noot op het eind van deze piepshow. Volgende week is er weer een nieuwe piepshow.